De markt van Beverwijk is de op één na beste markt van Nederland. En daarom is de marktvraag van vandaag: wat maakt de markt van Beverwijk zo leuk? Nou, ja, ik vind het nu wel gezellig, maar ik vind Haarlem altijd heel gezellig. Als ik het eerlijk mag zeggen, ja. Ja. Want wat maakt de markt in Beverwijk zo gezellig? Nou, ik vind het nu wel gezelliger. Nu het eigenlijk helemaal vernield is en zo, vind ik het wel heel leuk. Ja, ja. En zijn er dingen die u speciaal koopt op de markt? Nou, een visje en af en toe groenten en een bloemetje. Ja. En is er nog iets dat u mist op de markt van Beverwijk, dat er nog bij zou moeten komen? Nee, ik vind het wel goed zo. Ik vind het wel gezellig. Het is echt op vooruit gegaan. Nou ja, wat ik heel erg leuk vind is hoe het nu opgesteld staat met een hoop bankjes ertussen. Geeft toch wat gezelligheid. Mensen gaan eerder ergens lekker zitten. En ik vind zoals we nu tegenover elkaar staan heel erg gezellig. Ja. En wat is uw favoriete marktkraam? Nou, wat ik altijd vaak haal op de markt is fruit en kaas en brood. Dat soort dingen, ja. Is er nog iets dat u mist op de markt? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus u vindt het eigenlijk allemaal beter geworden sinds de vernieuwing van de Breedstraat? Nou, ik vind het erg gezellig, ja, op deze manier. Absoluut. Hoe lang staan jullie al op de markt van Beverwijk? 35 jaar ondertussen. Mijn vader is begonnen en ik heb het overgenomen sinds de jaren 8 uit mijn hoofd. Dus... De markt van Beverwijk is de op één na beste markt van Nederland. Ben je het daarmee eens? Nee, want het is de beste. Vind ik zelf persoonlijk. Het is de gezelligste. Als je kijkt naar het volk, hoe druk het is. Dus het is gewoon perfect. Want wat maakt deze markt zo gezellig? Als je kijkt naar de kramen die er staan, altijd vol en altijd druk. Mensen zijn altijd vrolijk hier ook. En er wordt goed verkocht, dus dat is het belangrijkste. Super Hollandse arbeidjes hier ook. We geven er 2 voor 4 en 3 voor 5. Super Hollandse arbeidjes! Wat vindt u van de markt van Beverwijk? Geweldig. Ik vind hem heel mooi geworden. Ja, heel leuk. Ja, want het is tegen elkaar zitten, staan de mensen. En dat is prachtig. Ja, ik vind het mooi geworden. Dan kan ik nog lekker mijn boodschapjes doen. Dat is heel goed. Ik neem een hapje. En wat is uw favoriete marktkraam? Deze. Van Jan Metselaar. Ja. Een hele mooie kraam. Maar de overkant is ook prachtig hoor. Maar dit vind ik wel de favoriete kant. Dus u komt naar de markt om mooie kleren te kopen? Ja, een stukje kaas en bloemetjes. En een nachthemdje. Dat doen we. Ja, maar het is nou prachtig weer. Dus we genieten er volop van. Wat maakt de markt van Beverwijk zo leuk? Nu deze huidige nieuwe markt vind ik dat we er verschrikkelijk op vooruit zijn gegaan. Deze markt onderscheidt zich omdat deze markt hele brede paden hebben. Dus aan de overkant en naar elkaar toe met de gezichten naar elkaar toe staan. Dat is een heel groot pluspunt. En zo'n dag als vandaag natuurlijk moest kijken naar de zon. Dit is natuurlijk een uitgesproken marktdag. En de gezelligheid van de Breestraat is terug. Ik vind het jammer nogmaals dat we tweede zijn geworden. Maar ik denk dat Breestraat nu op nummer 1, zeg maar, qua gezelligste markt, dat de Breestraat nu op 1 staat. En wat doen jullie eraan om met jullie marktkraam op te vallen? Ja, wat doen wij eraan? We gewoon een mooie uitstalling qua vis. En gewoon, ja, je moet altijd, en vooral op zo'n dag als van deze, moet je een beetje gezelligheid brengen, toch? Als je op deze dag niet gezellig achter je kraam staat, ja, dan doe je jezelf tekort.